U heeft vandaag de ambassadeur van Rusland op het matje geroepen. Wat was uw boodschap? Nou, mijn boodschap was om mijn ongenoegen in niet misverstaan te verstaan woorden duidelijk te maken over de manier waarop de Russische Federatie het belangrijke onderzoek van het JIT, dat onafhankelijk en kundig wordt uitgevoerd, dat ook alom geprezen wordt in de wereld, zwart te maken en in discrediet te brengen. Daardoor komt de integriteit van dat onderzoek op het spel te staan. Dat hoort de Nederlandse regering te verdedigen, die integriteit. En vandaar dat het nodig was om een scherpe reactie te geven. Waar viel u vooral over als u deze week de reactie vanuit Rusland zag? Nou ja, u kunt het lezen. Zijn er de woordvoering van bijvoorbeeld de minister van Buitenlandse Zaken, die echt zegt dat dit een politieke fictie is, dit onderzoek. In ieder geval dat type woorden zijn er gebruikt, dat het niet onafhankelijk is, dat het gemanipuleerd is, et cetera. Nou, dat is gewoon niet aanvaardbaar. Komt deze boodschap aan? Is de boodschap aangekomen? Nou, die boodschap is aangekomen en reken maar op dat dit een fors instrument is, ook internationaal. Wat de Russische Federatie daar vervolgens mee doet, dat gaan we rustig afwachten.